Je hebt hem echt nooit aangesproken over... Allee, echt een gesprek gehad over wat er gebeurd is? Ik heb het wel geprobeerd, maar die jongen kan niet praten. Hij kan gewoon niet praten? Hij zegt gewoon nee, heb ik niet gedaan. Terwijl, ik heb gewoon bewijs. Hij zei, ik heb met mijn vriendin, of ja, vriendin, meisje die ik ken, in de DM gegaan. Hij zei ook nog van, je hebt mijn AirPods gestolen. Maar ik dacht, waren mijne? Dus ik heb ze gewoon meegenomen. Ja, kan gebeuren. Wat moet ik nou straks doen, hè? Probeer hem gewoon niet, sorry dat hij niet in je hoofd kan kruipen, snap je? Zou je normaal doen? Nee, jij zou niet normaal doen. Nee, sowieso vraag. Niet. Maar ik zou toch proberen geen drankjes gooien of... Snap je, je zit niet op X on the Beach, hè? Ja. Snap je? Op drankjes gooien? Nee, we gaan geen drankjes meer gooien. Ik hoop gewoon dat we een gesprek kunnen voeren en dat we ook een goede punt erachter kunnen zetten zonder dat het met ruzie is. Ja, ik denk dan gewoon niet dat het kan. Dan ga je er wel. Hi. Nou, ik wil eigenlijk voor je opstaan, dus. Niet. Maar dat was me de moeite niet waard. Nee, hoeft ook niet. Nou, gelijk weg, zeker. Gelijk weg, zeker. Niks veranderd. Oké. Wat kijk je arrogant. Oh, ik heb echt spijt dat ik ben gekomen. Ik zweer het, ik zei net ook al, ik heb echt spijt. Wat doe je in je leven? Nou, niet bezig zijn met jou in ieder geval. Duidelijk. Heb je honger? Ik heb wel trek, ja. Jij? Mm-hmm. Ja, dat had je altijd. Zo'n verbaasd als je geen honger hebt. Dank je. Dank je wel. Eet smakelijk. Dank je. Waarom lijkt je altijd de foto's van mijn vriendinnen aan? Ik zie daar niet wat verkeerds in eigenlijk. Je lijkt er niet één foto, je lijkt er... Nou, als ik het toch in mijn tijdlijn krijg, kan ik het toch rustig liken zonder bijbedoeling. Nee, waarom lijkt je altijd de foto's van mijn vriendinnen aan? Nogmaals, als het in mijn tijdlijn komt, dan like ik het. Ik niet dat ik het opzoek en expres ga liken, dat doe ik niet. Dat heb ik nooit gedaan. Al volgens jou wel weer. Ja. Ja, dan is het wel weer, dan is het waar natuurlijk. Want als Aileen wat zegt, is het de waarheid. Dus je hebt geen bijbedoelingen als je iemand lijkt? Nee. Nooit? Nee. Okay. Jij kan ook niet inzien dat jij iets hebt gedaan wat gewoon eigenlijk niet leuk is voor mij. Snap jij dat niet? Oh ja, maar jij ziet ook niet in als jij wat verkeerd doet. Maar wat doe ik dan? Ja, jouw gezeik de hele dag. Wat doe ik dan? Jouw gezeik de hele dag. Dit, dat jij al mijn vriendinnen lijkt. Oh, nu is het al jouw vriendinnen. Net was het een vriendin. Oh, nu is het al jouw vriendinnen. Aileen, ja, laat maar, jongen. Weet je donders goed wat ik bedoel. De hele dag aandacht zoeken voor mijn vriendinnen aan. Nee, maar dat jij niet aandacht zoeken. Maar niet bij jouw vriendinnen. Heb je gezien hoe je naar de club gaat? Pardon? Ja. Ik ga amper uit, vriend. Ja, maar als je uitging, Aileen... Dan? Nou, okay, dan trok je volle zalen volgens mij met wat je aan had. Nee, ik trok volle zalen omdat de persoon wie ik ben. Maar daar kon je waarschijnlijk ook al niet tegen gaan. Oké. Het is altijd een beles niet het verhaal. Het is altijd een discussie. Ja, dat werkt gewoon niet. Daar word je gewoon niet gelukkig van. Ik ben alweer helemaal klaar mee. Eating with my ex going Dutch.